De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, heeft dit jaar voor de vierde keer de Coöperatie Social Responsibility Award, CSA, galaavond gehouden. Ze deed dat in samenwerking met de Rosebel Gold Mines RGM. De awards zijn uitgereikt in TBL Cinema. De genomineerden zijn afkomstig uit het klein, middelgroot en groot bedrijf. 16 bedrijven hebben de gelegenheid aangegrepen om te bewijzen dat ze CSA toepassen in hun bedrijfsvoering. Uit deze zijn er 8 genomineerd, waarna er een top 3 is bepaald. De winnaar van de categorie Small Enterprise 2018 is geworden Cosmos Investing in Human Capital. Als klein bedrijf, ze willen ze graag hier. Het bewijsmateriaal is geleverd dat ze investeren in Human Capital, de 21st Skills of van Jongeren staat centraal, de investering in safety onderwijs van jongeren, docenten, en dat ze met name jongeren voorbereiden op nieuwe banen en ondernemerschap, waardoor een duurzame ontwikkeling gegeven kan worden aan de Surinaamse maatschappij. Astrid, winnaar van de category Medium Enterprise 2018 is geworden Gum Food Industry, het duurzaam bedrijf van de toekomst. En Gum wint, als ik me niet vergis, voor de tweede keer deze prijs. Derde keer. Winnaar in de category Large Enterprise 2018 is geworden Integra Port Services DPW. Doe wat je zegt dat je doet. Meneer Felici. Het jurylid Astrid Runs gaf aan dat tijdens de jurybezoeken er gekeken is naar het algemeen CSA-beleid in relatie tot mens en milieu. Uit de bezoeken is volgens haar ook komen vast te staan dat nog niet elk bedrijf een vastgesteld CSA-beleid heeft. De awardwinnaars gaven aan hoe ze het CSA-beleid toepassen in hun bedrijf. Mogen krijgen, in ontvangst mogen nemen, dat is een erkenning voor wat we allemaal doen. En natuurlijk de mensen die ons kennen, die weten ongeveer wat we doen. Tegelijkertijd misschien iets minder overweldigd. Omdat het gewoon onze plicht is wat we doen tot nu toe en wat er heeft geleid tot de derde keer dit in de wacht te mogen hebben geslepen. En als tweede iets minder overweldigd, omdat ik denk dat er behalve Home Food nog een heleboel andere bedrijven zijn die ook een goede bijdrage leveren en ook nog kunnen leveren aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik ben blij geweest met de bijdrage van de voorzitter, heer Koos Bihari. Mag ik u allemaal vragen om even 10 minuten uw ogen dicht te maken en te ervaren hoe het is? 10 minuten lijkt al te veel. Gaat u na wat het betekent om inderdaad met een beperking rond te lopen? Wij hebben vanaf het begin ook bij Gum Food Industry. Er zijn zoveel aspecten die ik wil noemen. Maar we hebben ook mensen met beperkingen gefaciliteerd. En het ligt in de bedoeling dat we ook in de toekomst nog meer daaraan gaan werken. Onze nieuwe fabriek, waarmee we uiteindelijk een beetje vertraging hebben opgelopen. Dat biedt ook dat bewijs dat we daar ook aan hebben gedacht. Dat is maar één aspect. We willen blijven doen wat we doen. Dat is een erkenning, maar we doen het niet om de erkenning. We doen het omdat we ons goed voelen erbij. We willen eerlijk blijven ondernemen, zoals ik het altijd zeg. Eerlijk ons geld willen blijven verdienen en een eerlijke share geven aan alle anderen die daarbij een bijdrage leveren. En zo min mogelijk zus Rut, die eigenlijk MVO trekt bij ons, die heeft ook een zware operatie op de gang. Ze zijn er nog vandaag niet, maar ik ga maar zo. Dank u wel. Ik ben verrast. We hadden het, om eerlijk te zijn, totaal niet verwacht. Maar we zijn blij met deze erkenning. En ten eerste bedank ik de jury voor het vertrouwen die zij gehad hebben in ons. Dat we de zaken die we hebben vastgelegd ook aan
hun hebben aan kunnen tonen en dat ze ook hebben gezien dat we vorderingen hebben geboekt, ook op het gebied van sustainability, zoals wij dat noemen binnen het bedrijf. Verder onze huidige directrice, mevrouw Mervel Bosse-Buffleur. Het is ook mede dankzij haar te doen. Zij is vanaf 2017 de general manager van het bedrijf. En zij heeft CSR binnen Deep World, of zo, Integra Port Services, onze brandnaam is namelijk Deep World Paramaribo. En zij heeft CSR de plek gegeven die het eigenlijk verdiende binnen de organisatie. En niet alleen, dat het niet alleen gedragen werd vanuit de medewerkers, maar dat ook vanuit de leiding gedragen werd. En voor ons natuurlijk een erkenning, maar we doen het niet hiervoor natuurlijk. We doen het om onszelf ready te maken voor succes. En dat is het vinden van olie voor de kust van Suriname. En ook om de youth ready te maken daarvoor. Met capaciteitsversterking. Investeren in safety culture awareness in Suriname. Maar ook het thema die we hebben als de support aan mensen met een beperking. Waarbij we nu ook al investeren in de Mithiel School, Kennedy School, om daar een steentje bij te dragen, zodat mensen ook zelf independent kunnen werken en zelfvoorzienend kunnen zijn. Dank u. Dat waren de vertegenwoordigers van GOM Food Industries, Integramar en Cosmos die gisteravond in TBL Cinemas in aanmerking zijn gekomen voor de VSB RGM CSR Awards 2018.